Dit is de officiële podcast van ADO Den Haag. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger, naar ADO willen kijken. En dat is exact waar wij het over gaan hebben in deze podcast. Direct na het laatste fluitje help bij iedere thuiswedstrijd geven wij vanuit Skybox 421 een nabeschouwing van de wedstrijd en een voorbeschouwing voor de volgende. Met iedere keer weer leuke Haagse clubhelden. Veel luisterplezier en als je het leuk vond, vergeet ons dan vooral niet te delen. We gaan beginnen. Ja, een hele goede avond na ADO tegen FC Dordrecht. Maandagavond. Hoe laat is het op dit moment? Het is 10:30, Alberto. Ja. Eén week. Roda uit 2-2. Vandaag 2-2 tegen Dordrecht. Ja, ik ben er nog een beetje klaar mee met die 2-2, hoor. Ja, want jij zegt altijd 3-1 op het formulier. Ja. Maar dat is sowieso wat ongeveer nooit gebeurt, hè? Nee, nou, ik heb hem toch al twee keer goed gehad dit jaar. Oké. Okay. Met een 1-3 en een 3-1. Hey, dus twee punten in één week. Als we dan al conclusies zouden moeten trekken, trek jij dan al conclusies en welke zijn dat op dit moment? Nee, niks aan de hand nog. Nee, joh. Maar als je nu al tweede of eerste zou staan, dan gaat iedereen die gaat naar je kijken. Ja. En die houdt je in de gaten en noem maar een paniek. Hebben die spelers ook op het druk? Laten wij nou een beetje zo erachter blijven hangen. Net een beetje, zeg maar, een puntje of zo, weet je wel. Net erachter. En dan op het laatst slaan we toe. Oké. Okay. Maar moet je luisteren, maat. Hoe vaak hebben we naar achter gestaan? Ja, dat is... Dat is niet meer op één hand te tellen. En we komen iedere keer weer terug. Ja. Dus dat betekent gewoon dat er heel veel kracht in die club zit. Ja, een beetje het thema van dit jaar lijkt het te gaan worden. Ja, het lijkt wel of ze beter worden als ze achter staan. Ja. Ja. Nou, laten we het gaan vragen aan onze gast van vanavond. Henk Veerman, super dat je er bent. Hartstikke leuk. Ja. We komen wel heel vaak achter. En dan verliezen we niet. Is dat een beetje het ADO wat ook dit ADO kenmerkt? Ja, kijk, dat geeft wel aan dat de karakter fit in het team. Alleen het gebeurt wel iets te vaak, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Hoe kijk je erop deze week? Uit Roda 2-2, twee prachtige doelpunten van jou onder andere. Vandaag thuis tegen Dordrecht, weer een hele andere type wedstrijd eigenlijk. Elke week is het weer enerzijds genieten, anderzijds is het weer een hele andere wedstrijd. Hoe kijk je erop deze week? Ja, het is natuurlijk een paar zware potjes met Roda en Dordrecht. We wisten dat moeilijke wedstrijden waren. Kijk, dan hoop je dat je er eentje kan winnen. En dat is helaas niet gelukt. Maar ja, voor de rest is er eigenlijk nog niets aan de hand. En moeten we vanaf nu wel onze potjes gaan winnen. Is dat het gevoel wat nu zo overheerst na één week, zeg maar, ook de andere uitslagen gezien hebben? Van er is nog eigenlijk niet zoveel aan de hand met twee punten waarbij je er dan toch vier laat liggen? Ja, je laat er vier liggen, maar je verliest niet van Roda en je laat Dordrecht niet over je heen komen. Dus dat zijn de twee positieve puntjes dan met deze in dit weekend. Dus ja, nu moeten we ons weer focussen op vrijdag. Ja. Als je dus kijkt naar vandaag, hè, de wedstrijd, kun je ons eens meenemen. Hoe kijk jij aan tegen de wedstrijd? De eerste helft, ja, ik weet niet, Albert, hoe jij het zag, vond ik het wat moeizaam gaan, leek het. ADO kwam niet goed, kwam er niet goed bij. 2-0 achter. Ja, ik ben supporter, hè, maat. Ik vond ze wel goed. Vond je ze goed de eerste helft, ja? Ja, ik vond ze best wel... Wat vond je goed? Nou, ze stonden goed. Ja. Werd goed gewerkt. Alleen, ja, als de tegenstander doelpunten maakt, dan lijkt het net of wij wat minder zijn, maar... Ja, het was een goede ploeg ook, dat Dordrecht. Je zat bij Vlagen te kijken. Jeetje, wat een goede speler. Ja, maar die hebben de laatste tijd echt... Die Santoni, die hebben het wel voor elkaar, hoor. Want de laatste tijd spelen ze echt heel goed posities. Snelle jongens. Ze wachten de kansje af en dan komen ze ineens met z'n allen. Ja, ik vind het nu om te zien, Dordrecht, een leuke ploeg. En voor de wedstrijd zei iedereen buiten tegen me... 3-0, 4-0, 5-0. Ik zei, jongens, hebben jullie wel eens gekeken hoe dat team speelt op het moment? We krijgen het daar lastig mee. En ja, blijkt wel weer. Het was lastig. Het was lastig. Met welke strategie, zeg maar, even gingen jullie die wedstrijd in? Nou ja, dat we ze niet helemaal van het veld af zouden jagen. Dat was een beetje de bedoeling. Dat we ze een klein beetje lieten komen door de ruimtes erachter dan vielen. En waar we daarom in konden duiken. En ik moet eerlijk zeggen dat op dit moment niet zo goed liep bij ons. Waardoor we... Ja, te ver naar achteren kwamen te spelen, denk ik. Hun veel te veel aan de bal lieten. Ja, en als je dan ook eigenlijk voor de zoveelste keer foutjes gaat maken achterin, dan wordt het gewoon heel erg moeilijk. En dan het is gewoon heel erg zuur dat ons iets te vaak gebeurt dit seizoen. Ja, dat lijkt er niet helemaal uit te kunnen op de ene manier. Hè? Jullie spreken er natuurlijk met elkaar ook over, denk ik, tijdens de week. Ja. En, is dat te verklaren of is dat gewoon het voetbal en zo gaat het nou eenmaal? Ja,
ik denk dat iedereen wel eens fouten maakt. Kijk, we spelen allemaal wel eens verkeerde ballen. En dan bij achterin wordt dat meteen dus afgestraft. En dat is een beetje het. Dat is ook een beetje het probleem achterin. Natuurlijk, als je daar gaat spelen, dan weet je dat je heel erg weinig foutjes mag maken. Dus ja, dat. Het is vervelend voor ons en het is vervelend voor de speler zelf. Dus dat is. We moeten het gewoon beter gaan doen. Maar het leuke nu is, of tenminste het fijne nu is, dat ze niet die kopjes laten hangen. In het verleden hebben we wel gehad dat dan de kopjes gingen hangen. Als het klaar bij 0-2. Ja, maar nou denk je, nou kijk die nekjes allemaal. En ja, en dan ook, die eerste was ook top natuurlijk, maar die tweede. Dat je op zo'n afstand schiet, maat. En dan en die keeper zie je zo achteruit lopen. Ik denk, dat redt hij nooit, dat redt. En gelukkig ging hij erin. Maar dat is het doelpunt van het jaar waarschijnlijk. Nou, voor mij op het moment. Er zijn al een paar mooie doelpunten gevallen. Maar ja, dit is natuurlijk super als je hem zo maakt. Prachtig. Als je dan 0-2 staat, Henk. Is het dan zo dat jij denkt, of heb je altijd het vertrouwen van die 2-1 kan nog vallen? We hebben een team met mensen zoals jezelf ook, die in elke situatie eigenlijk kan scoren. Want hoe loop je er dan bij 0-2? Ja, ik ben eerlijk gezegd niet zo snel onder indruk als we 1 of 2-0 achter staan. Bij sommige wedstrijden heb je wel het gevoel dat we in de problemen komen, maar vandaag had ik dat niet. Ik dacht meer van kom op nou jongens, weet je. Dit kunnen wij veel beter. En ik denk dat we dan ook die aansluitingstreffer dan echt even nodig hebben. Ja. Nou, dan voel je in de tweede helft eigenlijk al van het moment dat we het veld opkomen dat wij betere ploeg kunnen zijn dan hun. Ja, dan moet er een stapje bij en dan gelukkig maakt Daryl een mooi goal. En dan moet je op zoek naar de winnende treffer. En dat is dan gewoon pech dat hij niet valt. Want ik denk die keeper haalt er ook nog een paar uit hoor. Ja, ik denk dat we ook dan best wel een paar kansjes hebben gehad. En ik denk dat we het ook best nog wel goed deden voorin. Ja, dan moet je een klein beetje geluk hebben. En dat hadden we helaas vandaag niet. Waar we het grotendeels in de competitie dit hele jaar al wel hadden. Ja, is er dan nog iets in de rust gezegd? Want het was best wel een groot verschil tussen ADO eigenlijk in de eerste helft en in de tweede helft. Waarin Dordrecht bij Vlagen goed werd vastgezet, kansen werden er gecreëerd. Ja, vooral in detail hoe we dan een klein beetje anders druk moesten zetten en hoe de middenvelders ietsje anders moesten gaan staan. We brachten natuurlijk Jerry erbij voor Lasse Vigge, waardoor hij natuurlijk een andere speler inbrengt. Dus dat veranderde ook allemaal een klein beetje. En dat bracht ons wel dichter bij de goal van Dordrecht. Ja. Mathia Wam, die stond raar te kijken dat hij gewisseld werd. Hè? Die had het niet door. Nee, die had het helemaal niet door, nee. Die had het echt niet door, nee. Die bleef zo staan. Ze moesten het echt tegen hem zeggen. Dat was waarschijnlijk de eerste keer. Ja, volgens mij leuk. Die wordt ook niet vaker afgehaald. Nee, dus die schrok zich wel, even. Ja. Ja. En Jort van der Zanden, want het publiek riep op een gegeven moment natuurlijk zijn naam. Ja. Maar hij stond wel op het wedstrijdformulier. Maar ik hoorde, was hij geblesseerd of wat? Ik moet eerlijk zeggen dat ik net pas hoorde dat hij geblesseerd was. Dat wist ik dus ook niet. Nee, ik hoorde net dat hij liep in de rust al volgens mij in zijn pak, geloof ik, op de tribune. Ja. Dus hij kon überhaupt niet invallen. Nee, dat wist ik dus ook niet. Dus, maar het is inderdaad, het was een blessure geval inderdaad. Ja. Is het dan fijn dat de selectie in die dusdanig breed is dat je wel mensen kan brengen, extra spelers voorin in de achterhoede. Op een gegeven moment Esaias, natuurlijk ook echt een krachtpatser op het middenveld. Ja, die viel goed in. Ja. Is de breedte van de bank een doorslaggevende factor, denk je? Uiteindelijk wel natuurlijk. Uiteindelijk wel. Kijk, en hebben nu ook een paar spelers te maken met de Ramadan. Dus dat gaat ook iets zwaarder worden voor ze. En dat zie je dus ook aan Kushat vandaag. Dat hij helemaal op was in, denk je aan een uur? Ja, we hebben wel laat gewisseld. 65 minuten, denk ik. Ja. Dus ja, dan ben je natuurlijk blij dat we een bank hebben die zo in kan vallen. Ja. Groningen wint vandaag. De Graafschap verliest. Welke conclusie trek jij nu? Je zei net al even, er is eigenlijk nog niks verloren. Het gat met Roda wordt natuurlijk wel iets groter. Als Roda de inhaalwedstrijd wint, dan staan zij 3 punten voor op ADO. Groningen kan met 1 wedstrijd minder kan over ADO heen. Dus dan sta je 4e. Is dan een beetje de conclusie dat Roda, ADO en Groningen, nu met het verlies van de Graafschap, dat die 3 ploegen eigenlijk voor 1 plek gaan strijden. Even vanuitgaan dat Willem II misschien eerste wordt? Ja, maar daar gingen we eigenlijk al. Deze selectie ging er eigenlijk al een hele tijd vanuit dat die 3 ploegen het uiteindelijk zouden gaan vechten. Dordt en de Graafschap zie je niet op de lange termijn. Die gaan dat niet volhouden. Nee, ik denk dat wij en Groningen en Roda meer kwaliteit hebben dan hun. En wij mogen het sowieso gaan uitvechten met Groningen nog hier in Den Haag. Daar hebben wij niets aan een gelijkspel. Die moeten wij pakken. En ik denk dat wij.
een klein beetje overtuigd, ook al zijn dat Roda ook nog wel punten laat liggen. Daar moeten we ook van uitgaan, want wij moeten gewoon onze wedstrijden gaan winnen. En hun hebben nog, we hebben gewoon een misstap nodig van hun. En zo eerlijk moeten we ook zijn. En we hebben het niet in eigen hand. Maar wij gaan er wel alles aan doen om onze punten in ieder geval allemaal te pakken nu. Ja. Jij bent in juli, eind juli werd je aangekondigd als nieuwe speler van de club. Het grappige was, ik was met mijn gezin rond die tijd op vakantie in Noord-Holland. En toen keken we eens even op de speelkalender. Toen zagen we open dag bij Volendam. Toen ben ik met mijn drie dochters zijn we naar de open dag gegaan. Toen was het net al grondzet van de geruchten dat jij naar de club zou komen. Jij werd toen nog wel op die open dag gepresenteerd. Of tenminste, je liep wel het veld op. Je werd aangekondigd. En wat mij opviel, Alberto, was dat er twee spelers bij Volendam toen het hardste applaus kregen. Dat waren Darryl van Miegem en dat was jij. En één dag later werd toen ook duidelijk dat je echt zou komen. Je zei ook in een van de interviews, nou, dat was nog best wel een beetje een verrassing volgens mij, dat je de stap naar Den Haag ging nemen. Je bent verhuurd door de club. Hoe bevalt het je? Hoe vind je het hier? Ik heb het waanzinnig naar mijn zin. Het is echt, ik heb het plezier weer teruggevonden na vorig jaar bij SV Volendam. Dat was voor mij echt een rampjaar. En ik heb hier echt het plezier weer teruggevonden. Dus daar ben ik echt sowieso na dit seizoen. En wat er ook gaat komen voor volgend seizoen, ben ik daar in ieder geval deze club waanzinnig dankbaar voor in ieder geval. Wat zijn de elementen waardoor jij plezier hebt teruggekomen? Los van je goalstuk die je misschien gemaakt hebt. Maar waar ligt het nog meer aan dat je hier op je gemak voelt? Ik voel me sowieso enorm op mijn gemak hier. En de sfeer die hier hangt. Eigenlijk door alle jongens die hier zijn. En door de staf. En ook onze... Ja, basis zeg maar, laat ik het zo zeggen, die dan die sfeer creëren, dat is voor mij erg aangenaam. Ja, supporters, Alberto, zie je natuurlijk elke week of elke dag bij het trainingsveld. Nou, de laatste tijd met die rare trainingstijden niet hoor. Nee? Want als het 's middags om 3 uur is, zoals donderdag is het om 3 uur, ja, dan ken ik niet, dan heb ik mantelzorg doe ik dan. Ah, oké. Dus ik ken alleen 's ochtends. Ja, ja. Dus deze week ken ik maar 1 keer, want morgen zijn ze vrij. Woensdag is het dan om 11 uur. Ja. Dus dan ken ik woensdag en dan donderdag niet. Dus je mist een aantal trainingen dan, ja. Daardoor. Maar ja, misschien kennen ze het zonder mij ook. Dus, ja. Ja, want hoe vind je dat? De sfeer van de supporters. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het stadion ook vergeleken met Volendam? Nou ja... Is natuurlijk, bij Volendam is het natuurlijk helemaal uitverkocht. En daar willen we natuurlijk wel met deze club ook naartoe. Ja. Weet je, dat is natuurlijk een doelstelling voor ons allemaal. Om in ieder geval de supporters die niet komen, om die ook op een of andere manier warm te krijgen. Om weer langs te komen. Dus dat is natuurlijk sowieso een mooi doel voor ons. En ja, natuurlijk de supporters langs het veld is natuurlijk elke dag mooi om te zien dat die hier elke dag zijn. Er is ook echt een klik, hè? Beetje luid ook, hè? Af en toe, want af en toe zie je ze kijken van wat gebeurt daar nou. Ze zijn er elke dag luid bij, ja. Ja, ja. Oh, ja. Nou, we zijn allemaal een beetje op leeftijd, dus dat gehoor, dat wordt wat minder. Wat harder praten. Maar iets harder praten, weet je wel, allemaal. Maar af en toe ook, dan zie ik ze omdraaien, dat ze denken, wat wordt daar nou gedaan, weet je wel. Ja, maar ik vind het heerlijk om die gasten bezig te zien, weet je wel. Dan heb je ook meer, kijk... Als je supporter bent en je kijkt 2 keer 3 kwartier een wedstrijd, dan heb je niet gezien wat je ervoor moet doen om daar 2 keer 3 kwartier te voetballen. Ja. Want maat, ik had na een week de handdoek al in de ring gegooid. Want de ene moment dan word je afgeknepen, dan word je weer uitgescholden, en dan heb je weer dat. En ze moeten maar blijven gaan. Ja, ja, dat valt niet mee hoor, nee. Maat. Echt niet. Want als ik op dat bankje op Netflix lig te kijken, dan denk ik, ze zijn al aan het zwoegen, weet je wel. Ja, precies. Ja. Hey, en Alberto, hoe belangrijk is het voor jou en voor de supporters dat er in het team, in dit jaar in dit ADO-team, spelers zijn waarvan je zegt, ja, daar kom ik voor naar het stadion, vind ik leuk. Ja. We houden natuurlijk van Haagse jongens op zichzelf, hè? Maar ook van... Ik ben met hun twee ook heel blij, hoor. Met familie. Nou, dat bedoel ik. Ja... Maar ten eerste, toen ze kwamen, toen die naam, want dat hebben ze heel goed verborgen gehouden, toen die naam op een gegeven moment genoemd werd, toen dacht ik, ja, Volendam is niet helemaal lijp natuurlijk, weet die je wel. Die laat ze niet gaan. Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, want hij was ook in die documentaire en zo, weet je, hij is echt een gevoelsmens ook. Maar ja, als hij nou zegt dat hij dat gevoel ook... Het goede gevoel dan, hè, wat hij had bij Volendam. Dat hij dat ook een beetje bij ons hebt, ja. Maakt hem alleen maar blij. En het is gunstig voor een voetballer. Als een voetballer zich eigenlijk prettig voelt in de omgeving, dan gaat hij ook beter presteren. Ja, maar dat gevoelsmens, dat is natuurlijk wel... dat is helemaal waar. Ja.
En dat maakte deze keuze ook eigenlijk makkelijker voor mij. Kijk, ik moet eerlijk zeggen dat er nog helemaal niemand was toen ik hiervoor koos om te komen. In de hoop maar dat Joris Matthijs in dit geval er nog een hele hoop bij zou gaan halen. Dat was natuurlijk een pure gok. Maar, Maar dat was wel een belofte of zo. Dat heeft hij wel genoemd. Dat er meer zouden komen. Dat natuurlijk heeft hij dat wel genoemd. Alleen wat is een belofte waard op dat moment? Dat is natuurlijk altijd de vraag als je ergens aan tafel zit en ze willen dat je komt. Wat is dan die belofte waard? Krijg je dat gevoel dat het dat ze dat nog wel eens waar kunnen gaan maken natuurlijk. En anders kom je natuurlijk sowieso niet. Ja, en dan is dat gevoel natuurlijk wel gewoon super belangrijk dat je meteen al op je plek bent. En je hebt een goed gevoel bij de trainer, je hebt een goed gevoel bij Joris. Ja, dat is dan natuurlijk tekenend eigenlijk voor het hele seizoen al meteen. Dat je daar meteen al lekker in zit en je gelooft in wat ze zeggen. En je gelooft in de ideeën die ze op tafel leggen op dat moment. Ja Joris en de trainer, want ik heb toevallig even een stukje met de trainer gebabbeld. Want ik dacht echt dat Joris alles deed, hè. Maar ze doen het wel samen. Alleen Joris heeft natuurlijk de contacten. Maar er zijn ook verschillende spelers gekomen die hebben al met onze trainer getraind. Dus de combinatie is gewoon denk ik een hele goede. Ja. Waardoor er ook anderen, zoals spelers zoals hij en zoals de rest, wilden komen nu. Ja, en in hoeverre was ook Derel van Michum daarin belangrijk? Daar heb je natuurlijk veel mee gespeeld om samen dan die stap te zetten. Speelt dat mee in je overweging? Nee, ik was op dat moment was ik nog alleen. Oh, jij was als eerste. Jij was vorige week. Eigenlijk andersom misschien. Dat Derel, hij heeft nog gezegd tegen Van Michum waarschijnlijk van doe het nou. Ja. Ik hoorde dat Derel weg mocht. En toen heb ik meteen de telefoon gepakt voordat ik eigenlijk Joris had ingelicht. Dat hij weg mocht, heb ik meteen gebeld van hey, als je naar een KKD-club komt, dan kom je naar Den Haag, anders rijd ik even langs je huis. Precies. En dat heeft dus wel gewerkt, want hij was nog in gesprek met andere clubs en ik ben blij dat hij uiteindelijk voor Den Haag gekozen heeft. Ja, want hoe lekker is het voor een spits als je iemand om je heen hebt die je kent? Ja, zeker. Dat soort, die ballen die je geeft, en dat blijkt natuurlijk ook al uit de statistieken allemaal. Dat is natuurlijk al gewenning van een jaar ervoor. Ja, precies. Heerlijk. En heb je ook een rol gespeeld bij de komst van Jari Vlak? Natuurlijk ook een Volendammer. Ook daar had ik een klein aandeel. Wat was daar? Ja, doe ook een belletje. Ik rij langs of was het Gielan? Jari's transfer was al geklapt. Dus en toen ik dat hoorde op de club. Geklapt? Dat was gewoon afgeketst. Ja. Omdat Jari in eerste instantie niet het juiste gevoel had. Waardoor ik ben gaan bellen van weet je, hoe kan dat? Hoe kan ik een goed gevoel hebben en jij niet? Hoe kan dat? Waar is dan het probleem? En dan brengen ze nog een keer aan tafel. En toen was het goede gevoel er ineens wel. Dus dat is... ik ben wel blij dat ik dat belletje nog eraan gewaagd heb. Ja. Zo, dan kun je dus echt wat betekenen. Ja. Fantastisch. Gelukkig wel. Ja, want hij wordt ook gezien als als iemand die wat kan gaan bereiken, hè? Ja. Een belangrijke speler kan hij gaan worden. Hè? Ja, ik denk dat hij dat ook al in de Eredivisie heeft laten zien. Dus, dat is echt een speler voor de toekomst ook. En hebben wij hem een contract gegeven? Adam? Ja, hij voor 3 jaar. Ja, zeker. Hij ligt voor 3 jaar. In principe, als hij het heel goed gaat doen, kunnen we misschien nog wat verdienen ook. Jazeker. Ja. En dat is denk ik ook de opzet van een 3-jarig contract voor een jonge jongen. Ja, mooi. Wordt er in Volendam over ADO gesproken, nu er zoveel Volendammers hier spelen? Hoe gaat dat? Wordt ADO extra gevolgd in Volendam? Ik denk dat je dat ook wel kan zien aan de kaarten die Jari en ik wekelijks afnemen bij de club. Dat het in ieder geval dat iedereen het wel even wil zien, ja. Ja, leuk. Hey, even over jouw achtergrond. Dat vinden onze luisteraars altijd leuk om even te horen. Je hebt de jeugdopleiding bij Volendam uiteraard. Ben jij begonnen, je bent daar ook doorgebroken. En vervolgens ben jij volgens mij even kijken naar Heerenveen gegaan. Hè? Daar ben je nog een keer teruggekomen. Hoe kijk je terug op je periode bij Heerenveen? Nee, ik heb een fantastische periode gehad bij Heerenveen. En als ik het goed heb, na 4 jaar ben ik inderdaad naar Hamburg vertrokken. St. Pauli, hè? Naar St. Pauli. Ja. Ik echt een waanzinnige tijd heb gehad. Met supermooie duels ook gespeeld in volle stadions. En dat was echt ongelooflijk mooi. Dan komt toch het besef als gezin dat we misschien wel terug naar Nederland moesten. En vandaar ook
ja, dat daar de keuze weer bij Heerenveen terecht is gekomen. Want dat is ook wel een club die jij in je hart gesloten hebt dan, denk ik. Als je daar voor de tweede keer weer terug gaat. Zeker. Ja, en na Heerenveen heb je nog een uitstapje naar FC Utrecht gemaakt. Dat was ook wel een bijzonder verhaal. Hè? Waarom je voor Utrecht koos? Ja, ik heb natuurlijk helemaal in het begin van mijn carrière heb ik de belofte gemaakt aan iemand om ooit nog voor FC Utrecht te spelen. En dat ik was blij dat ik dat kon bewerkstelligen en daar een goal kon maken. En helaas is dat afgelopen met 11 weken geblesseerd geraakt aan mijn voet. En met de transfer van Bas Dost werd dat natuurlijk heel lastig. Ja. Dus daarvoor gekozen om daarna weer terug te gaan naar Volendam. Ja, en daar heb je één seizoen nog gespeeld na de terugkeer van Utrecht? Of twee seizoenen nog? Ik heb één jaar bij Volendam in de Eredivisie gespeeld. Ja, dus ja, want Alberto refereerde al even aan. Er is natuurlijk voor ons als voetballiefhebbers toch een fascinerende documentaire gemaakt over FC Volendam. Ja. Heb je hem gezien, Alberto, helemaal? Nou, stukjes. Stukjes. Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb er wel van genoten in die zin dat het natuurlijk echt zo... Je krijgt bijna nooit een kijkje bij een voetbalbedrijf zo van binnenuit, zeg maar. Echt ook natuurlijk een volksclub. Hoe kijk jij daarnaar, naar die documentaire? Kijk je daar tevreden naar of heb je hem überhaupt gezien? Of zeg je, dat is maar het halve verhaal eigenlijk van dat jaar? Ja, kijk, het is natuurlijk geplakt en geknipt door de heren die nu weg zijn. Dus dat is natuurlijk... Het is niet echt het goede beeld, denk jij? Ja... Beetje vertekend. Het is natuurlijk een beetje vertekend. Als het ook over bepaalde figuren gaat, dan is het altijd natuurlijk... minst leuke stukken worden er even uitgehaald. En dat is en de stukken die andere mensen schaden, die laten ze natuurlijk het liefst inzitten. Dus ik snap wel hoe deze documentaire tot stand is gekomen en hoe je het uiteindelijk is geworden. Zou je het weer doen? Als ze morgen komen, we gaan een docu maken over ADO. Doe je mee? Ja, want het is... Bij mij heb je iemand voor de camera zitten die hetzelfde zegt zonder camera. Dus, als ik er nou of gefilmd word of niet, dat maakt me eigenlijk niet zo super veel uit, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Dus en als er een hele docu over ADO komt, waar ADO Den Haag waanzinnig veel geld voor krijgt, dan gaan Mozes lekker de camera laten draaien, dat maakt me echt niet zoveel uit. Nee. Ja. Doe jij mee, Alberto? Ja, natuurlijk, maar beeldvullend materiaal, dat heb je nodig. Ja, de stadionspeaker die werd ook nog gefilmd. Die had op een gegeven moment het idee om een nieuw clublied te bedenken. Ja, maar die heeft het niet gehaald uiteindelijk. Nee, dat liep minder goed af. Dat hoef jij ook niet te doen. Dus. Nee, maar ik ga niet zingen en ik ga ook geen clublied bedenken. Laten we dat maar niet doen. Henk, wel heel bijzonder, want we hebben hier natuurlijk wel schitterende spitsen gehad. Jij gaat ook in dat rijtje komen. We hebben hier natuurlijk Boeikin gehad. We hebben Thomas Verheid gehad. Dat zijn natuurlijk echt wel serieuze spitsen. Maar de kans bestaat nu wel dat we na bijna 40 jaar weer een topscorer in de divisie, in de eerste divisie krijgen van onze club. Ja. Weet jij wie de laatste was? 40 jaar geleden? Maat, ik weet niet eens wat ik gisteren gedaan heb. Dus, ja. Weet jij dat, Henk, toevallig of niet? Nee. Dat was Remco Boeren. Oké. Ken je die? Ja, tuurlijk. Ja, dat is een bijzondere vent, toch? Ja. Was ook een goede spits. Ja, in het seizoen 85-86 was hij de topscorer van de eerste divisie. En Henk, jij staat nu op 19 doelpunten. Maar in interviews zeg je wel eens van... Ja, maar dat maakt me eigenlijk helemaal niet voor uit. Maar moeten we dat geloven als spits? Want kijk maar hoeveel ballen hij in het strafschopgebied... Dat ik denk van, Henk, schiet nou alsjeblieft... Nog even aflegt naar iemand die er beter voor staat. Ja, ja. En dat het dan af en toe niet lukt, dat is dan pech. Maar hij is niet een egoïstische spits. Nee. Weet je hebt ook egoïstische spits. Nou ja, dat is hij niet. Remco Boeren, om daar maar even terug te komen, die zei dus van joh, ik leef voor doelpunten. En ik verlies liever met 4-3 dat ik er 3 inleg, dan dat we winnen met 1-0 en ik scoor niet. Ja, nee, maar Thomas Verheid had dat ook, denk ik. Ja. Dat is ook zo'n type, die wilde gewoon de doelpunten maken. Ja. Zo zit jij niet in de wedstrijd, denk ik, of wel? Nee, totaal niet. Nee? Nee, totaal niet. Want het is... Of ik nou eerste word of tweede word of derde, jongen. Dat maakt me echt eerlijk gezegd echt helemaal niks uit. Ik ben gekomen om zo goed mogelijk te doen met deze club. En als ik nou derde word en we promoveren wel. Of dat ik eerste word en... we promoveren niet. Nee. Ja, dan ben je... Ja, ik denk dat je dan een andere sport moet gaan kiezen als je dan... voor de topscorerstitel wil gaan. Het is niet zo dat je na de wedstrijd meteen kijkt... heeft die spits van Helmond Sport er nu eentje in liggen... want dan zak ik naar plek 2 op de ranglijst. Nee, totaal niet. Ik ben wel benieuwd hoe Henk
hoe die zich voelt als hij zeg maar een kans, dat het echt een kans was en dat je hem dan mist. En dan zie ik jou je hoofd ook zo schudden en dan denk ik, ja, wat zou die nou denken, die Henk? Dan baal ik vooral van mezelf. Ja, is dat het? Van Jezus Christus, Henk. God. Ja, dat is dat vooral dat, ja. Ja, ook als je bijvoorbeeld die kans bij Roda ziet, die derde. Ja, bij 2-2. Ik kon hem niet anders schieten. Ik probeer eerst nog die schaar om op verkeerde been te zetten en dat lukt dan niet. En dan probeer je hem nog door zijn been heen te schieten, omdat de keeper al in die korte hoek natuurlijk staat. Ja, ik baal dan wel. Ja. En ik kom dan ook wel balen de kleedkamer in. Dus ook wel, al pakken wij dan een punt uit bij Roda, daar baal ik dan wel van. Wat op zich knap is, want het is allemaal de top. Wij wouden daar niet verliezen en dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat is natuurlijk wel gewoon gelukt. En dat is ook qua teamprestatie hebben we natuurlijk daar gewoon heel erg goed gedaan. We hebben weinig weggegeven en we hebben het gewoon heel erg goed gedaan. Alleen die kant, daar baal ik dan wel enorm van. En ook natuurlijk hoe ik, maar buiten die kans om, ook als ik... Als ik voor het team gewoon niet goed genoeg speel, zoals de eerste helft vandaag, was natuurlijk gewoon dramatisch. Ja, daar kan ik dan net zo hard van balen. Hoe lekker is het, want wij hebben vrijdag hebben we 3 uur heen en 3 uur terug gemoeten. En jullie zijn daar gebleven, in een hotel, en de andere dag getraind. Is dat lekker dan na zo'n zware wedstrijd nog eens 3 uur in de bus zitten? Ja, maar of maak je jou dat helemaal niks uit? Het blijft toch 3 uur, hè? Het blijft toch 3 uur. Dus of je nou die avond rijdt of de dag erna, het blijft 3 uur. Het is een ramp natuurlijk dat je zover. Dus je was liever, jij bijvoorbeeld, liever terug en 's avonds of midden in de nacht naar je eigen huis? Ja, dat mijn voorkeur gaat, ja. Oké. Maar dat maakt in dit geval niet zoveel uit. Want die volgende dag hebben we ook gewoon getraind en zijn we prima hersteld. En hebben we ook gewoon ons ding gedaan. Dus dat is net hoe de trainer dat ziet. Oké. Ben jij ook een type leider in het veld, Henk? Dat je zegt, ja, ik kom nu op een bepaalde leeftijd. Ik vind ook dat ik naar die jongere spelers een soort voorbeeldfunctie moet hebben, ook in de kleedkamer. Ben jij zo'n type speler of zeg je, nou, ik richt me vooral op het maken van doelpunten en dat is mijn hoofdtaak? Nee, ik hoop wel een leider te zijn in dit elftal, ja. Nou, dat is wel te zien. Ja, zie je dat op de training ook wel? Ja? Nee, ja, precies. Nee, maar in de wedstrijd toch ook. Ja, zeker. Maar op de training zie je natuurlijk ook wel een beetje wie het voortouw neemt. Wie de jongeren terecht wijzen. Nou, of zeggen, die pion even weghalen. Het is raar om te zeggen omdat hij erbij zit. Maar hij is de man. Ja, ja, zo is het gewoon. En hij kan de man zijn als iedereen doet wat hij moet doen. Ja. Zo werkt het. Henk, we gaan naar Telstar toe vrijdag. Telstar en dan FC Groningen thuis. Dat zijn de eerste twee wedstrijden. Hoe ziet de voorbereiding eruit op weg naar Telstar? Zijn er nog, is het gewoon uitlopen, focus weer opnieuw en gaan met die banaan? Of gaan jullie nog uitgebreid deze wedstrijd analyseren en zeggen, jongens, ja, waar zit het nou toch in om die foutjes eruit te halen? Ja, we gaan wel deze wedstrijd rustig analyseren, ja. En we hebben morgen een vrije dag, dus dan kunnen we even tot rust komen. En dan kunnen we even alles laten bezinken wat vandaag gebeurd is. Dan kijken we waarschijnlijk ook de beelden in onze app terug. Dus dan kunnen we in ieder geval... Die krijg je per app opgestuurd? Wij krijgen die in de app opgestuurd, ja. Oh, ja. En persoonlijke beelden? Dus beelden die jij voor jezelf moet bekijken? Ja, hoeft niet. Ik denk dat het wel slim is als je af en toe je eigen beelden bekijkt. Maar het hoeft niet per se, het is niet verplicht, maar ik... Ik denk wel dat in ieder geval 90% van de jongens dat in ieder geval doet. Ja. Maar dan kom je woensdag op de club en gaat de trainer of wie dan ook met jullie praten over die beelden? Dat is net hoe we gespeeld hebben. Dus we dachten dat het wel een prima week zou worden naar Roda. Prima beelden, dan is de trainer vrolijk. Dus wij dachten, ja, we zitten er lekker in voor aankomende week. Maar na deze beelden zal hij ongetwijfeld gaan donderen even woensdag. En dat is ook wel terecht, want het was gewoon niet goed genoeg vandaag. Ja, ja, het valt niet. Wij gaan dadelijk naar huis. Kennen gewoon geslapen. Hij moet dan weer denken van woensdag ken ik weer. Precies. Nog even kijken. Alberto, vorige keer kwamen we daar niet aan toe. Maar we zien natuurlijk af en toe schitterende spandoeken hier in het stadion hangen. Ja, ja. En ik begreep ook dat onder andere Assante, Vegan, Klas en Marsman, die zijn ook naar het home geweest van Biersteek. Althans, in onze dijk een enorme ruimte. Nou ja, en samen hebben ze schitterende dingen gemaakt. Ja, ze maken natuurlijk altijd worden de spandoeken van fansupport aangemaakt. Ja. En eventueel ook van Midden-Noord als die een doek hebben. Die worden altijd bij Biersteken. Zijn bedrijf is dat, hè? Dus in het weekend kunnen ze... Staat ook op de shirt achterop. Ja, kunnen ze werken erom. En er is een schaarlift. Er is weer een andere sponsor die dat regelt.
En er zijn wat spelers die zijn er naartoe gegaan. Ja, misschien is dat een beetje meer voor de foto. Weet je, ik weet niet of ze echt alles gespoten hebben, maar ja, dat is toch leuk, maat. Dat is bijzonder, toch? Wij willen als supporters, weet je wel, kijk, ik heb het kicken dat ik met hem aan tafel zit hier. Ja. Maar dat hebben andere supporters niet. Dus als ze dan op dat internet zien van, kijk, ze kicken, ze zijn toch bij ons. Hoe belangrijk is dat die spelers dan daar ook komen? Ja, en hun belangrijk. Heel erg belangrijk. Ja. Belangrijkste van alles. Ja. Dat wij voelen ons één met ons, weet je wel, met de spelers. Precies. En als wij gewaardeerd worden doordat ze zulke dingen doen. Ik heb dat ook als ze naar een school gaan, naar kinderen, weet je wel, heb ik het ook. Ben ik trots dat ik ADO ben. Ja. En ik vind het goed. Ja, maat, ik ben een sentimenteel mannetje. Nou ja, je heeft al laatst ook dat je met Pasen weer ook een heel event gaat organiseren voor kinderen. Nou ja, dat doe ik niet alleen hoor. Dat doen we met, dat heet EC, Evenementencommissie. Ja. En er wordt van alles, DJ's en de kraaien, noem maar op. Dat wordt allemaal geregeld door de supportersvereniging. Ja. En dan, maar die kleine kids die hebben nooit wat. En vroeger hadden we natuurlijk, deden we altijd Sinterklaas vieren. Weet je wel, voor die kinderen. Maar ja, dat kennen we al niet meer, want dat ken niet meer zoals wij het willen. Dus dan doen we het ook niet. Maar we dachten, ja, die kinderen die willen we toch iets leuks geven. Dus nou doen we Pasen. Paaseieren zoeken, speelkussen. Hier bij het stadion? Ja, bij het supportershome. Het is allemaal vanuit het supportershome geregeld. Ja. Wordt ook geregeld door supporters. 27 maart, woensdagmiddag. Van 2 tot 12, geloof ik. Die kinderen, s'avonds? Nee, 2 tot 12 de leeftijd. Oh, oké. Okay. Nee, het is middags, geloof ik. 2:30 begint het. Tot een uur of 4. 4:30. En dan gaan we van alles doen. Ah, weet leuk. Je wel? Dus de kinderen horen er ook bij. En als je ze al heel jong bij de club betrekt, ja, tuurlijk. Dan kun je ze zelf kneden als supporter. Nou, mooi werk. Goed dat jij er ook voor inzet. Albert. Ja, maar ik heb toch niks te doen, maat. Ik heb geen leven. Ja. Heel mooi. De ADO is mijn meisje. Ja, ja. Ik krijg ook boeien met haar. Als ik dat dadelijk thuis kom, is ze weer vriendelijk. Zeg me op, tv Jan, en kijken. Ja. Henk, jij gaat terug naar Volendam rijden? Ja. Ja? Ja, want wij zijn morgen vrij, dus dan rijd ik gewoon terug. Ja. Hartstikke goed. Hey, laatste vraag misschien. Haagse Paling, wat vind je daarvan? Als geuzennaam. Nou, dat is natuurlijk een prima naam. Is dat. Ik heb gisteren ook een sjaal van iemand ontvangen. Dat was ook een leuk initiatief. Wat voor sjaal? Met de Haagse Paling erop, met de foto van mezelf erop op een of andere sjaal. Okay. Die heb je thuis ontvangen? Hij stond op trainingsveld. Een beetje bij jullie groepje stond hij een beetje te wachten. Geweldig. Oké, okay. Dus die heb je speciaal laten maken misschien voor je? Ja, ongetwijfeld. Dankzij. Dus dat was natuurlijk wel dat was leuk. En als de supporters daar natuurlijk blij van worden, is dat natuurlijk van beide kanten. Is dat er is maar één Haagse Paling. Nou ja, maar dat is toch kikken, man. Leuk, ja. Dat is echt weer de laag. Ja, leuk. Terwijl in principe volgens mij komt er helemaal geen paling meer toch in Volendam daar. Ja, met een omweg misschien. Ja, met een omweg. Met een kleine omweg. Met een kleine omweg. Ja, precies. Henk, veel dank. Leuk dat je er was. Heel veel succes. Schiet er nog een hele hoop in, hopelijk. Dank jullie wel. En ga ervoor. We gaan ons best doen. Helemaal goed. Alberto, wij zien elkaar na de volgende thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Ja, maar. Vrijdag 29 maart. 29 maart. Gaat de tijd snel, hè. Gaat hard. Dan zien we elkaar weer. Oké, gezellig, maat. Fijne avond. Goeie reizen naar Volendam.